Ik heb een beetje zin met een kind. Doe gezellig! Doe net of je het leuk vindt. Een hele goede middag allemaal. Wel, nou ja, niet middag. Het is nog goedemorgen. Het is 11:30. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag 17 april 2021. Ja. Heerlijk. Zalig. Lekker. Ja, ik mag niet klagen. Maar ik loop dus nu op Willemshoort. Ja, ik ga even kijken waar die mooie oldtimers staan. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, kijk eens wat we hier aantreffen. Leuke, kleine, grote, oude auto's. Met alle maten, alle kleuren. Wauwie. Die is lekker aan het fotograferen. Hij is al lekker aan het filmen. Ook leuk. Ik noem dit dus eigenlijk lelijke eendjes, maar dat zijn ze niet. Volgens mij, ik weet het niet eens. Ik vind het prima. Hij is lekker aardig op elkaar. 1963. Die kleine gele. Kijk dan. Die is leuk. Die is leuk. Geweldig. En dan gaan we weer aan deze kant weer terug. Ja. Ah, Insta. Leuk. Altijd leuk. Insta.
gaaf deze. Hè? Kijk hoor. Thank you.
best groot. En dan denk je eventjes een kaart te gaan bekijken en alles, want we gaan... Je moet wel Marcello. Een foto gemaakt. Ja, bedabbedoe! Want ik ging even namelijk een infoboekje halen, dus ik had even mijn navigatie opgestart. Maar mevrouw denkt even zelf even kaartjes te gaan lezen, Mozaïek. Met niemand die komt kijken, wij hebben jabbedabbedoe. Ja, precies. Kijk maar. Ga jij je jas er vooruit doen? Warm. Wil je er maar op of niet? Moet je? Oh. Mooi, hè? We hebben precies net als de hele tijd. Oh, wow. Ja, echt, hè? Net als de hele winkel. Zullen dan al die bordjes zijn voor één? Eén mozaïek, want ja, die doet ook weer een pijltje. Misschien wel, ja. Nou, weet je, toch veel vriendschap. Is ze net de hele tijd inderdaad rustig en dan gaat ze nu... Ja, maar nu word ik opgewonden, hè. Opgewonden nog wel, oké, dat is mooi. En de bloemetjes. En de bijntjes. Je had die kant op moeten. Oh, ik denk volg hem. Moeten we deze kant op? Ja, volgens mij wel. Nou, gaan we kijken. We komen nooit meer dat dorp uit hier. Oh, wow. Oké, okay. en die mag ook in de kaart lezen, dat is ook leuk. Ja, kijk! Hey! Oh, oh. Ja, wat is de citytrip is dit. De Valkenhof, dat is leuk, joh. Kiev, Parijs. Delft, hoe dat heet. Nou, naar Kiev, hoor, 1982 kilometer. Dat houden wij niet vol. Hondenpoep. Dan kun je een zakje pakken, zie je dat? Dat trappen we niet. Nee. Maar dit is toch geen... Oh, dat is straatversiering. Ja. Tweede. Oh, kijk dan. Oh, ja. Leuk, slippers. Ja, en kijk petjes. Dan. En tasjes. Benidorm. Dat is leuk. Ja. Kijk, en hier hebben we ook een mozaïek met kaas. Ik weet niet wat jij de mozaïek hebt, dit is gewoon een foto. Ja, dat is leuk. Dat is toch leuk, mozaïek. Maar nee, maar. Ik heb
Kijk, om het verschil te laten zien. Ja, daarom juist. Hier hebben we mozaïek. Wow, Delft blauw. Bla. Ik kan niet meer filmen. Kom maar jij. Rijd ik nou te ver? Nee hoor. Dan ben jij toch op. Ja, leuk. Oh, het is van de jeugd. Ja, dat is tot jeugd. 12. Oh, ja. Leuk. Dan is het wel leuk. Dan was het spinnetje ook wel leuk. Toch? Voor iemand van 12 tot en met 12. Misschien was er wel 6. Had ook gekund. Nee. En hier hebben we weer geen bordje. Nee. En maar je moest naar... De oorsprong. Station. Heb je het door? We zijn... En hier heb je weer zo'n hondenpoep ding. Nou, zullen we maar links gaan of zo? Ja, maar ik vond het ook zo grappig, maar nu zag ik dat het voor kinderen was. Oh, kijk, een sneeuwpop. Dan moeten we hierin. Ja, we gaan hierin. Hierin, ja. Oh, Winterwonderland. Oh, dat is leuk. Oh, deze is wel leuk. De Kampioenstraten. Nou. Het is winter. Volop winter. Oh, ik ga mijn jas aan koud. Doen. Koud. Ik ga mijn jas aan doen. Wil je koek en zoopie. Oh, maar dat is wel leuk. Leuk. Dat is voor de buurt, de buurtdingen. Denk ik. Stempelpost. Mag, kan je ook dan die kant op? Ja, rechts of... En dan kom je daar waarschijnlijk weer uit. Op, man! Ja. Nou, oh, hier geweldig. Krijg je geen hete koffie. Pas op, het is een wak. Ja. Oh, dat hebben ze wel leuk. Ja, nee, maar dit is de buurtversiering. Nee, dat was het wel. Kijk, leuk, al die sneeuwboots. Ja. Zo gaat ie. Nou, volgens mij zijn ze allemaal bevroren. Oh, dat is leuk. Dit is ook leuk gedaan aan elkaar. Hebben ze gipspoten. Van die gipspoten. Ja. Zo, even aan de bier. Maar ze hebben wel leuk gedaan. Kijk, ja. Hier ook zo die Appelski. Ja, en kabelbanenachtige. Zo, en de kerstman is er ook hoor erbij. Hij is afgevallen. Hij is heel erg afgevallen. Nou, we zijn niet en niet de enige hoor. Nee, maar de hele buurt is bevroren. Ja. Oh, maar jij zou niet de hele dag buiten gaan zitten. Nee. Hallo, alles goed? Dat deed je met natuurlijk. Oh, kijk, hier zitten ze wel. In de tuin. Oh, kijk, en de pinguïn. Pinguïn. Ik heb hem op. Tulpies. Tulp uit Amsterdam. En je Annapolonis. Dat zeg ik en dan komen hier weer uit. Nou, wel een leuke... De Friese vlag. Ja, ze hebben er een leuke wijk van gemaakt. Zo. Nou, lekker met het auto. Wie zijn er mee? Kijk, eens, Ilona en Marcello. Tot de brug. Is dat zo? En waar gaan we naartoe? Rijden, lopen, hoe gaan we? Nou, we gaan rijden. Maar precies, is mooi. Je mag naar de Liefdesbrug. Oh, gezellig. Naar de Liefdesbrug ook nog. Ja, toch? Dat was de eerste. Ja. Zeker. Nou, we gaan dus naar de Liefdesbrug. Jullie horen het. Dat is handig.
niks op de weg, hè? Kijk, alleen die, ja, die hebben ze altijd. Ja, dat is ook een soort versiering, denk ik. Ja. Het is wel heel mooi gemaakt, hè, met al die zakjes. Met die kleuren. Oh, mijn marktje zeker. Zullen we wat kopen? Dat is allemaal rommel. Ja. Schreeuwhard. Je hebt alleen maar rommel. Het is alleen maar rommel. Hoe kom je van je troep af, zeg maar? Wat is er? Dat is een mozaïek ding. Oh ja. Oh, een sneeuwpop! Mooi gemaakt, hè? Ja, dat is heel mooi. Heb je wat moeten plakken? En die kleintje dan? Deze kleintje. Met het petje op. Leuk huisje, joh. Ik vind het zo goed. Ik maak er hier dingen van, maar dat groeit gewoon zo. Ja, dat weet ik. Die Fortnite. Ja, moeders. Kijk, zie je, maar het is weer zo'n jeugd. Dat is wel leuk. Spider-Man. Ja, ja, is goed, schat. En nou, zo groot is hij niet, hoor. Ga je erheen? Nee, ik zit aan de verkeerde. Verdomme, nu moet ik naar de andere kant. Ja, nee, je mag niet aan. Ja, ga voorstaan, vooraan. Nee. Oh, wacht. Ik raak niks aan, hè? Hij is wel ontzettend leuk, hoor. Ja, is hij ook. En door kinderen, hè? Mm-hmm. Jeugd tot en met 12 jaar. Nou. Nou, ga en ga naar Mickey, Ilon. Ik ga lekker zo weer lopen. Ik ga eigenwijs zijn. Zoals altijd. Ja, die zit heel goed. Zit maar. God, gaat dat ook zeggen. Vraag ook nog. Ja, die doet het nog wel eens lang. Ja? Ja, die zou ik al zeggen. Valken staat er echt op. Want nu zitten we het verhaaltje van. Inderdaad, als je daar gezin met als je kind niet staat. Hij is heel goed. Ik denk het ook. Wil je er ook nog op? Wat dan? Nee? Wil jij nog op de foto? Ja, dan mag je ook deze vasthouden. Maak jij dan de foto even, Marcello? Dan, Dank je. Dat is heel gaaf. Je kan eventueel op wat stemmen. Voor de publieksprijs. Dat kan ook op de website voor morgen 12 uur. Nee, daar mag ik nu nog en nog niet op rijden. Jij niet? Nee. Oh, je moet ook een rijbewijs ervoor hebben, ja. Deze hebben we al wel volgens mij gehad, want ik ken die huis. Ja, Flintstones. Was ja. De eerste. Ja. Dan moeten we weer die kant dus op. Als je nou die straatnaam noemt in die wijk waar we moeten zijn, dan kan je beter Google aanzetten. Kijk het op. Nieuwe Hoven rechtsaf. Ja.
En dan gaan we gewoon weer. Ik denk, je kan hier langs, maar nee, dat gaat niet. Ja, over en over het gras. Dat kan wel, maar dat gaan we maar niet doen. Het is een leuk huisje hoor. Dat wel. Zoek even een straatnaam van die waar we moeten zijn. Hondje. Oh, er is geen feest. Jawel, ze hebben hier bloemen daar. Bloemen met vlaggetjes dan. Ja. Nu moeten we naar Brissant. En de Pies. Voor drie vlaggetjes. Dan moeten we hier ergens ook nog straatjes hebben, zoals de Biestwarren. Kijk, deze is mooi. Ja. De leeuw. Oeh, die is inderdaad mooi. Die is echt wel mooi. Mooi, joh! Oh, hier is allemaal zo'n mooie speeltuin voor de deur hebben, hè? Ja, echt, hè? Oeh, die is heel gaaf. Dan kan je beter even uitstappen, denk ik, Marcelo, dat je daar recht op voor kan staan. Het heet de Leeuwenkuil. Leeuwenkuil! Ja, oh, geweldig. Ja. Kijk, Leeuwenkuil. Nou ja, dan snap ik hem wel. En jij denkt van, god, zij het. Dat dacht ik inderdaad, ja. Ja. Ik denk, nou, jij bent lekker. Hey. Zo, Biggie! Oh. Er is er vast 1,50. Moeten we dan toeteren? Ja. En dan 50 keer achter elkaar aan. Maar we gaan toeteren. Even kijken, hadden we nu nog een... Hoera. Huis worden erin gebouwd, hè? We moeten wel toeteren. 50! Oh, het is maar... Hoera, feestvarken. Tutut! Oh, wow. Ja, het zijn allemaal weer... Vossenstraat, dan moeten we die kan ergens, ja hier ergens, want dit is de Vossenstraat of die kant of die kant. Zit er op Vossenstraat ook in? Ja, dat is dit hier ergens. Oh, nou kijk. Mama, wat doe je? Een vogel! Anders mis ik hem. Kijk. Ja, maar dit zie je dan toch ook niet of zo? Een vogel. Kan je dat zo anders, moet je even uitstappen, schat. Ja, hoe ga je uitstappen dan? Nou ja, wat het is. Misvormde vogel. De deur is op slot. En je kunt er toch in klimmen? Ja. Nee, maar dan gaan mensen het weer schappen. Ik vind, ik slaap niet. Natuurlijk wel. Nou, dan hebben we daar nog wat. In de tuin. Leeuwenkoning. Love and peace. Simba. Simba en dat busje. Bul. Nou, waar is het te vinden? Nou, Peter! Joehoe! Peter en de Vries. Nee, die zit in Bresland. Nee, die zit in Bresland. Nou. Het is doodlopend, maar hier zeggen ze dat het namelijk... Groen, geel is. Dat is een leuk dingetje. Nou, ik weet niet, maar ik vind er geen zak. Oh, de tulpen. Nou, flikker op. Ben ik nou 5 keer heen en weer gereden voor een tulpen? Ik zit godverdomme bijna in een plantenbak. Wil je toch niet wonen? En wie kan er niet rijden? Nee, dat is mijn trekker. Nee, je slaat de hele achterkant tot in een bord. Ja, we hebben ook wel eens in de sloot gezeten met de hele achterkant. Dus. Nee, dat is wel waar. Dat valt nog wel mee. Oh, wauw. Nou, oké. Okay. Dit moet een straat zijn. Ja, serieus. Die dus versierd is. Ja, straat. Nou, 4 tulpen. Moet het dus die kant op rijden dan? Of is dat ook doodlopend? Oh wow, het is ook doodlopend. Echt? Nou, stap uit en ga lekker kijken naar je tulpen.
Nou, dat zijn we hier overal geweest. Nou, dan gaan die we die krijgt minpunten. Ja, dacht ik, we zouden eens kijken. Ja, je. Ja, anders? Zie maar. Oh ja, die is dan anders. Ik dacht dat de tekst stond aan de andere kant. Maar dan is deze zo mooi. Ja, alleen dat ene oog valt op weg. Maar ja, het staat daar natuurlijk op een foto. Het staat er nog niet in. Doe gezellig! Doe net of je het leuk vindt! Pas er met mijn moeder op stap! Ik heb het! Beloond, zo handig. Zo, wat een dag, wat een dag. Wat heb ik gelachen. Maar nu ga ik deze naar mama toe brengen. Ja! Dus ik ga, zoals jullie weten, ga ik lekker naar mama toe. Ja. Ik loop weer te snel. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon weer lekker naar mama toe. Nu. Kijk, wat ziet hij er leuk uit, hè. Een mooie, bruine, oranje haren. Fireball. Ja. Dus, ja. Ik ga nou gewoon lekker naar mama toe. Ook leuk. Ja. Leuk. Ja. Gezellig en leuk. En dat was vandaag gezellig en leuk. Dus ja. Dus ik heb genoten. Maar dan heb ik ook al gezegd dat ik het heb genoten. Dus ja. Dus, en dan ga ik lekker deze even lekker naar mama toe brengen. En even mama even helpen met de pc-kast. Alleen dat weet zij nog niet. Dus... Ik weet niet of mama met de vlog bezig is of zo, maar dan heeft ze lekker pech. Pech? Ja, mama heeft lekker pech. Dus ja, dan weet ik het even alvast. Maar dan komt u zo meteen wel achter. Deze komt pas over 2 weken online, dus ja. Hè? Dan is het al lang nog en breed gebeurd. Dus, zo, hè? Het was mijn dagje wel. Het was een leuke dag geweest. Ik heb even mama geholpen met haar pc en even met haar... trouwvideo's van bijna 12,5 jaar terug, als ik het goed heb. Mag niet liegen, maar ja, dat zeg ik. Ik ga eventjes een beetje donker in, sorry. Maar ja, dus mama even geholpen. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik mama heb kunnen helpen. En ja, ik ga toch deze vlog lekker gezellig weer met jullie afsluiten, jongens. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker even hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan en laat even een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!